5, 4, 3, 2, 1. Yo yo yo, ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video vandaag over de tijd. Want we hebben een hoop tijd. We hebben een klokje, we hebben hier een klokje, we hebben daar een klokje, we hebben daar ook nog een klokje. Dus als je wil weten hoe laat het is, dan word je op je wenken bediend. Maar we kijken hier eigenlijk naar de keuken van Jeff Bezos, de grote baas van Amazon. Zo wil hij het graag zien. Een Amazon Echo hier als speaker. Een Amazon Magnetron waarmee je kunt praten als Magnetron. En een Amazon Echo Wall Clock als klok. En wat is nou zo bijzonder aan de klok? De klok kan twee dingen. Hij kan aangeven hoe laat het is en hij kan timers laten zien. Let maar op. Computer, set a timer for 1 minute. 1 minute, starting now. Kijk, je ziet hier dus de ledlampjes aflopen. En als hij bij nul is, dan gaat de timer af van de speaker. Maar hij kan nu ook een extra timer zetten. Computer, set a timer for 35 minutes. Second timer, 35 minutes, starting now. Kijk, hier komt een lampje bij, gaat extra hard branden. En die blijft dus staan op het moment dat de timer doorgaat. Nou, deze is nu afgelopen, dus dan gaan we een geluidje horen. Die zet ik op stop. En volgens mij zit er niet echt een limiet aan het aantal timers. Ik kan echt doorgaan tot ik helemaal volgetimed ben. Computer, set a laundry timer for 40 minutes. Computer, set a potato timer Computer, for 20 minutes. Set a Computer, egg timer, set a baby timer for 3 minutes. Computer, set a go to bed timer for 59 minutes. Nou, valt genoeg te timen hier. 20 seconds, starting now. Oké, 20 seconden om jou de specificaties te vertellen. 25 centimeter in doorsnee. 60 lampjes die aangeven hoe lang het nog is. 2 wijzers, 12 nummers, jazeker. En 4 AA-batterijen die ongeveer 2 à 3 maanden meegaan. Bluetooth-verbinding met je Alexa-app werkt alleen maar als je een speaker hebt. En hij kost $29,99. Yes! Een paar dingen vind ik echt super leuk aan de klok. En super handig. Ten eerste ziet hij er wel aardig uit. Maakt hij geen geluid. En ook past hij de tijd automatisch aan. Dus als het zomertijd of wintertijd wordt, dan gaat hij dus vanzelf als een soort van spookklok een uurtje vooruit. Ook als je verandert van tijdzone, dan kun je dat gewoon in de app doen. Kijk, daar gaat hij. Maar dat geeft mij even de tijd om ook even wat nadelen te bespreken van deze klok. Zo lichten de cijfers of de wijzers niet op. Dus de lampjes geven wel licht, maar de klok zelf niet. Dus je kunt het gewoon niet zien. Verder is het ook niet fijn dat die niet in Nederland te koop is. Op dit moment alleen nog maar in Amerika en in Australië. Maar binnenkort komt die wel ook naar Duitsland en naar Engeland. Dus dan kunnen wij hem ook makkelijker krijgen. Nog een nadeel waar ik net achter gekomen ben. Die wijzers van de klok, die gaan nogal makkelijk los. Zo, dat is wel heel makkelijk. Maar heb je eenmaal met je vingers aan de wijzers gezeten, dan is hij van de wijs. Dat is een grapje. Oh my god, er zaten wel 8 woordgrappen hierin. En het grootste nadeel is natuurlijk dat hij alleen maar werkt in het Echo-ecosysteem. Weet je, Jeff Bezos wil natuurlijk dat we allemaal overstappen naar Amazon. En allemaal alleen maar Amazon dingen in ons huis hebben. Goed, wel moet ik zeggen dat ik toch best enthousiast ben over deze simpele, doeltreffende, maar wel hele leuke gadget. Ik hou wel van dingen die maar één ding kunnen. Neem bijvoorbeeld de Chromecast. Die doet altijd maar één ding, namelijk beelden doorzetten. Maar dat doet hij altijd goed. Daar hou ik van. Simpele gadgets die altijd werken. Ook heb ik gemerkt, nu ik deze aan mijn muur heb hangen, dat ik veel meer bezig ben met tijd en timers. Ik zet overal timers voor. Ik zet ook timer als ik zo meteen moet gaan om de trein te halen. Computer, set a don't forget to get the train timer on 20 minutes. En dat voor een simpele wandklok met 60 lampjes. Is toch knap? De video is afgelopen. Tijd om je reactie achter te laten. Jazeker. Laat een reactie achter in de comments. Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren, hè? Want dan komen onze video's automatisch in je tijdlijn. Later.